Dag dames en heren, welkom bij het wekelijkse vinyl bulletin dat ik jullie ga brengen. Ik ga weer de nieuwe releases doornemen die ik deze week in mijn winkeltje in Aalriksel heb binnengekregen. Je kunt ze ook vinden online, je kunt ook online shoppen via de link onder deze video. Daar zie je de nieuwe releases van deze week, dus de titels die ik ga doornemen. Er staat ook een link naar onze actiepagina, want ik heb namelijk weer heel veel nieuwe acties binnen. Mooie titels voor mooie prijsjes. Kom ik op het einde van deze video even op terug wat voor titels dat zoal zijn. Ik begin elke week met Bob's Bazenplaat. Dat is een plaat die ik extra in het zonnetje wil zetten. Deze is al een paar weken uit, maar ik heb hem nu pas echt ontdekt. Ik ken deze man al een flink aantal jaar. Ik heb hem een keer live gezien zelfs, maar deze plaat ging even aan mij voorbij. De nieuwe plaat van City and Color. Dallas Green heet hij eigenlijk. En hij is ook lid van de band Alexis on Fire. Dat is een vrij stevige band. Solo maakt hij prachtige, ja, Americana-achtige singer-songwriter muziek. En zijn nieuwe plaat heet The Love Still Held Me Near. En die is bloedje mooi. Dubbel album. Ja, zijn stem gaat door merg en been. Vooral als hij hele emotionele liedjes zingt. Zoals het derde nummer van deze plaat, Fucked It Up. Over zijn mislukte relatie. Heel erg mooi. Nieuwe City and Color is bloedje mooi. Luisteren, die plaat. Dan een hele grote release deze week die mij ook wel verraste. Positief verraste, moet ik zeggen. De nieuwe Ed Sheeran. Ik heb hem op wit vinyl en op geel vinyl. Kun je kiezen. Hij heet Substract. En dit is Ed Sheeran zoals ik hem in ieder geval het liefst hoor. Veel akoestisch werk. Kleine liedjes. In tegenstelling tot zijn vorige plaat Equals. Die nogal geproduceerd was. Heel bombastisch. Dit is weer Ed Sheeran, terug naar de basis. Ook een hele emotionele plaat over verlies en ziektes, weet ik veel wat. Heel erg goede plaat van Ed Sheeran. Aanrader om toch eens te luisteren. Hanna Enlöf is een Zweedse zangeres, singer-songwriter. Een beetje in het folk-genre. Solitude heet haar nieuwe plaat. Heel erg mooi. Zij heeft een hele mooie stem. Haar vorige plaat, Bare Bones heet die geloof ik, heb ik grijs gedraaid. Heel erg mooie plaat. Ben benieuwd naar deze Solitude van Hanna Enlöf. Dan kwam er tot slot van de nieuwe releases een lijvig werk uit van The Smashing Pumpkins. Atom, a rock opera in 3x. Dit is een 4LP, mensen. 4LP's vol met nieuw werk van The Smashing Pumpkins. Top. Dan heb ik nog een paar heruitgaven voor je, een aardig stapeltje. En ik begin met een top tip. Skin Shape, Life and Love. Als je dit nog niet kent, moet je er zeker een keer luisteren. En doe dat dan vooral op een lekkere, warme zomer, lentedag. Luister dit. Skin Shape heet het project. William Dory heet de man in kwestie. En dit is echt heel goed. Het is een mooie mix tussen funk, soul, reggae, electro, een beetje psychedelica zit erin. Het is echt heel erg goed. Luisteren op een warme dag en thank me later. It's No Good is een verzamelaar met obscure anti-oorlogliedjes uit de jaren 60. Echt een lekkere garage rock verzamelaar. Net uit. Op een goed moment kunnen we zeggen. Er staan heel veel Amerikaanse bandjes op, zie ik, maar ook een Zweeds bandje, Whoops. Ik zie een Deens bandje, Stoke Sect. Amerikaanse, de Boss Five staan erop, de Outcasts. Lekker zo'n obscuur garage verzamelaartje. Top! Screaming for My Supper van Beth Hart is weer verkrijgbaar. Op vinyl, nieuwe persing, op gekleurd vinyl, gok ik zo. Ja, yellow en orange marbled. Cool. The Cramps, Flame Job, ook een heruitgave op Music on Vinyl, ook op gekleurd vinyl. De La Soul, Balloon Mindstate, een fan favorite, staat erop. Die is opnieuw uitgebracht. Een paar weken geleden kwam al dit allemaal uit, hè? Hoe heet ze? 3 Feet High and Rising in verschillende kleurtjes, hun grootste succesalbum. Maar de andere albums van De La Soul komen ook druppelsgewijs de komende weken opnieuw uit. Reggae Collected, een leuke reggae verzamelaar met, ik zie hier In A Circle, Jimmy Cliff, Aswad, alle grote reggae namen. Behalve Bob Marley, zal iets met de rechten te maken hebben denk ik. Maar er staan leuke tracks op.
Britney Spears, Blackout. Ik heb nog meer Britney Spears titels binnen. Die heb ik ergens anders staan. Niet op dit stapeltje, sorry. Maar de eerste 6 albums van Britney zijn nu verkrijgbaar op vinyl. Dus van Oops, I Did It Again, I'm Slave For You, alles. Alles. Van Britney, wat je maar wil, op vinyl. Dark Side of the Moon van Pink Floyd, die live versie, die is eindelijk weer verkrijgbaar. Die was uitverkocht meteen de eerste week al en is nu pas weer binnen. Maar we hebben hem weer. Geldt ook voor Vreemde Kostgangers. Mist, die was ook heel snel uitverkocht, maar ook weer voorradig eindelijk. Heb je dan geen jazz binnengekregen, hoor ik jullie zeggen? Zeker wel. Ik ga zo meteen naar die acties, maar ik ga eerst naar een paar hele mooie jazzplaten. Ik begin met ook nog zo'n top tip. Terry Callier. Timepiece. Dit is een plaat uit begin jaren 90 volgens mij. Eind jaren 90 zie ik. Hij heeft in de jaren 70 een paar hele mooie soul jazz platen gemaakt. Dit is ook echt een meesterwerk. Ik werd hier ooit door een klant over getipt. Over het nummer Lazarus Man. Absoluut hoogtepunt op deze plaat. Luister, die is heel erg goed. En klant die dat mij ooit getipt heeft, bedankt. Want echt heel erg mooi. Heb ik nog 2 Blue Notes. Stone Poets binnen. Van die hoge kwaliteit persingen. Freddie Hubbard. Blue Spirits. En Gil Evans Orchestra. Cool. En ook nog een titel van niemand minder dan Chet Baker. Cool Cat. Opgenomen in Monster in Nederland. Studio 44 in 1986. Dan mensen. Die acties. Had ik jullie beloofd. Ik begin met een mooie box van ABBA. Alles van wat ABBA ooit gemaakt heeft zit hierin. Voor een zeer gereduceerde prijs. Deze box was €180 of €190. En die is nu €79,95. Alles van ABBA. Zo. 10 platen. Dus ook met het laatste album. En een album met allemaal extra's. Onuitgebracht werk. Of B-kantjes. Dat soort spul. Meer acties dan. Blue Note Classic serie, daar zijn een flink aantal titels in prijs verlaagd. €14,95 kosten ze nu. Dat is geen geld. Ik heb Milt Jackson, ik heb Don Wilkerson, ik heb Larry Young. Een hele stapel. Dus wees daar snel bij. Dan heb ik nog een andere stapel. Allemaal €16,95. Tenminste, de meeste titels. Ik noem een Aerosmith, Spice Girls, DMX, INXS. Nog meer NXS, Dermot Kennedy, The Who, Maroon 5, James Bay, zijn laatste album, Youngblood, laatste album, Bastille, een dubbellaag met Give Me The Future and Dreams Of The Past, Dave Gahan en de Soul Savers, dat is een tipje tussendoor, Imposters, ook €16,95, de zanger van Depeche Mode, die koffertjes zingt, heel erg goed, Muramasa en Kurt Weill. Onder andere veel meer mensen. Ook Eminem voor 2 tientjes. Een plaat die duurder dan €40 was. Ja, veel meer. Kijk. Dus onder deze video staat een link naar al die acties. Snuffel daar eens doorheen. En nou, koop je helemaal blut. Kun je doen online dus. Of kom naar de winkel. Ben gewoon open. Bevrijdingsdag 6 mei zijn we ook gewoon open. En volgende week weer. Dus kom gezellig langs mensen. Koop kaartjes voor John Black. Die komt volgende week een Bob's Vinyl sessie spelen. Volgende week vrijdag. Kun je ook doen op mijn site. Ik wens jullie een stralend weekend toe. Ik ga nog meer platen in de bakken zetten. Doei!